Hoi, ik ben Jurgen en eerder dit jaar kwam de OnePlus 9 Pro uit en de grote focus lag toen op de nieuwe camera's, want die waren namelijk ontwikkeld in samenwerking met Hasselblad, een hele grote naam in de fotografiewereld. En in deze video ga ik deze camera's uitgebreid testen en daarvoor ga ik lekker Den Haag in. En dan zijn we dan in Den Haag, of nou ja, op dit moment eigenlijk in Scheveningen hier zo bij de pier. Ik ga dus uitgebreid de OnePlus 9 Pro testen vandaag. De foto's te maken met alle drie de camera's en natuurlijk heel veel te filmen. Want alles in deze video wordt gefilmd op de telefoon zelf. Behalve als ik natuurlijk de telefoon wil laten zien. Laten we meteen aan de slag gaan. En het is vandaag vrij fris, dus ik ga meteen aan de slag. Een beetje in beweging blijven, zodat het niet te koud wordt. Ook wel belangrijk om te weten is natuurlijk welke camera's zitten er allemaal op deze telefoon. Hij heeft een 48 megapixel hoofdcamera, 50 megapixel ultrawide, 8 megapixel telelens, een monochroomcamera en natuurlijk een selfiecamera aan de voorkant zitten van 16 megapixel. En die gaan we dus allemaal uitgebreid testen. Ik ben iets verderop in Scheveningen, nu bij het haventje. En zoals je kan zien is het weer ook iets slechter geworden, maar we gaan gewoon door. Dit wordt ook opgenomen met de Super Stable Mode. Dit is nog steeds 4K, je kan het ook in 1080p doen, dan is hij nog wat stabieler. En dit zorgt er eigenlijk gewoon voor dat al je bewegingen een stuk stabieler eruit zien op de video. Wat natuurlijk fijn is, zeker als je bijvoorbeeld heftig bezig bent met sporten, hè? Als je aan het rennen bent, dan stabiliseert hij dat allemaal net wat beter. Maar sowieso zorgt het er gewoon voor dat je beelden gewoon vloeiender worden. Eigenlijk een soort van ingebouwde gimbal. Nou, wat ook heel erg tof is aan deze camera, is dat je hem helemaal niet vast hoeft te houden om te filmen. Dat is natuurlijk een grapje. Gilbert is erbij om mij te helpen. Dus als je denkt, hoe filmt hij dit? Dat is Gilbert. Laten we ook nog eentje maken met het eentje. Dat is echt heel slecht. Goeie grap toch, Gilbert? Hartstikke goede grap. Oké, op vakantie maak je natuurlijk ook heel vaak foto's. Dus we gaan nu eventjes teleporteren naar Oostenrijk. En dan kan je zien dat je ook op vakantie met deze camera's goede resultaten krijgt. Ik ben weer terug in Rotterdam. Ondertussen is het ook donker geworden, zoals je wel kan zien. Maar dat is perfect om de nachtmode uit te testen. Zowel voor de video in de nachtscène, als natuurlijk even wat foto's maken hier in het donker. Tot zover mijn dagje in Den Haag. Ik ben weer thuis en heb ook een kans gehad om even naar de beelden te kijken. En ik ben echt heel erg positief verrast, want het ziet er gewoon allemaal hartstikke goed uit. Jullie hebben natuurlijk ook al een hele hoop beelden kunnen zien, hè, van de video sowieso. En ook een hele hoop foto's.
Als we dan kijken naar de video, ik vind het er echt goed uitzien. Mooie beelden, goede audio ook. Hè. Het geluid doet het echt heel erg goed. En heel erg fijn is dat alle bewegingen die je zelf maakt met je hand best wel goed overkomen in het beeld. Dat je niet gekke schuddende beelden hebt, ook als je niet met die super stable mode filmt. Daarnaast, als we kijken naar de foto's, kan je echt super vette resultaten halen met deze camera's. Eén ding wat ik altijd wel fijn vind, is dat de kleuren niet te veel afwijken tussen de drie verschillende camera's. En dat valt reuze mee bij dit toestel. Je ziet wel dat de hoofdcamera een klein beetje anders is dan de andere twee. Maar het valt nogmaals reuze mee. Ook heel fijn, door die extra megapixels voor de ultra-wide camera zorgt ervoor wat meer details in die ultra-wide foto's met die grote beeldhoek. En ook als het wat minder belicht is, hou je nog steeds goede foto's over. En zelfs nachtfoto's kan je gewoon goede resultaten halen met die ultra-wide. Dus dat is super tof. Nog even iets meer over foto's. Als je foto's maakt, vind ik het misschien ook wel chill om ze daarna nog te bewerken. Heb ik zelf ook gedaan met foto's van gisteren. Even in Lightroom bewerkt. Ik zal hier een aantal voorbeelden laten zien. Ideaal natuurlijk als je foto's wil gaan bewerken is als je in RAW schiet. Dat kan ook met deze telefoon als je in de Pro-modus schiet. Heb ik gisteren niet gedaan, gewoon in de normale modus. Dan krijg je JPEGs, die kan je ook nog steeds bewerken. Alleen zit er dan net wat minder informatie in de foto. Maar de resultaten zijn nog steeds hartstikke goed. Dus mocht dat nou iets zijn wat je zelf ook graag wil doen met deze telefoon, kan je dat nog zeker doen. En dan hoef je misschien niet altijd die grote, dure, zware camera mee te nemen. Maar ook met deze telefoon kan je nog steeds gewoon hartstikke mooie plaatjes schieten, bewerken en daarna delen op Instagram of waar dan ook. Dat is een hele hoop over de camera's van de telefoon. Maar een telefoon is natuurlijk meer dan alleen camera's. Dus laten we het ook nog eventjes snel hebben over de rest van de telefoon. Te beginnen bij het design. Ik vind hem echt heel erg tof uitzien. Ik heb hier de zwarte variant. Die is mat afgewerkt. Ziet er heel nice uit. Zorgt ervoor dat je bijna geen last meer hebt van vingerafdrukken op de achterkant. Wat ik natuurlijk heel fijn vind tijdens het filmen. En dan het camerablok zit er ook nog eens heel mooi in verwerkt. Je hebt hem ook nog in andere kleuren. In het groen of in het zilver. En die zilver variant is ook weer speciaal. Die loopt namelijk van mat aan de onderkant naar glanzend aan de bovenkant. Deze zwarte is trouwens ook best wel speciaal. Want behalve dat hij mat is afgewerkt, zit er ook een soort van textuurtje of patroontje in. Het lijkt namelijk heel erg op het zwarte zand wat je op de stranden van IJsland ziet. Misschien heb je dat wel eens gezien in een film of serie. Of in IJsland zelf als je daar bent geweest. Ziet er echt heel erg tof uit. Als we dan kijken naar de voorkant van de telefoon, daar vinden we een 6,7 inch display met 120 Hz refresh rate. Wat inhoudt dat alle bewegingen op je scherm gewoon heel erg soepel aanvoelen. En het scherm ziet er ook gewoon heel goed uit. Goede kleuren, gewoon hartstikke mooi om naar te kijken. Cameragat voor de selfiecamera en de vingerafdrukscanner zit onder het scherm verwerkt. Dan mijn favoriete feature eigenlijk aan een OnePlus telefoon. Dat is de fysieke OLED-slider die nog aan de zijkant zit. Zodat je heel makkelijk van geluid naar trillen, naar stil kan gaan. Zonder dat je dat in je instellingen hoeft te checken. Dan zitten er natuurlijk ook nog een aantal dingen in de telefoon. Zoals een Snapdragon 888 processor. 8 of 12 GB RAM. 128 of 256 GB opslag. En een batterij van 4500 mAh. Dat zijn allemaal goede specificaties. Zorg ervoor dat het gewoon een krachtige telefoon is. Met geweldige prestaties. Die eigenlijk alles aan kan wat je maar wil. En de batterij is hartstikke goed. Dus je komt makkelijk de dag door. Ook als je de hele dag gaat filmen en gaat fotograferen. Dus dat is hartstikke fijn. Voor de rest draait hij natuurlijk op Android. Met de skin van OnePlus eroverheen. Dat is ook best wel fijn. Want er is niet veel onnodige dingen toegevoegd. En je krijgt alle vrijheid om het zo aan te passen. Als je zelf fijn vindt. En natuurlijk beschikt hij ook over 5G, zodat je lekker snel kan internetten als je abonnement dat toelaat. Dat was het dan voor de OnePlus 9 Pro. Een hele fijne telefoon, goede flagship van OnePlus. En zeker geschikt dus als je verhoudt van foto's maken met je telefoon. En misschien ook zelfs heel veel filmen met je telefoon. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie vonden van alle beelden die ik heb laten zien vandaag. Laat het eventjes weten in de reactie hier beneden. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei!